Het eind van de competitie nadert. Er zijn nog 4 weken te gaan voor koploper Ajax. Trainer Frank de Boer kan niet vaak genoeg benadrukken dat het daarbij maar om 1 ding gaat. Ja, we moeten ons gewoon echt focussen op de eerstkomende wedstrijd tegen Utrecht. Dat is al lastig zat. Een goede tegenstander. Waar we het vrij, normaal gesproken altijd vrij lastig mee hebben. Nou, we hebben in de uitwedstrijd gezien weinig kansen gecreëerd. Zij ook niet echt veel. Maar ja, we moeten deze wedstrijd ook gewoon weer winnend afsluiten. Maar het zal een karwei zijn. Ze staan goed georganiseerd. Dat heeft de trainer goed voor elkaar. Dus wij moeten op ons best zijn om Utrecht te verslaan. Als het gaat om een spannende slotfase van de strijd om de landstitel, is Frank de Boer een ware ervaringsdeskundige. Gewoon continu zeg maar, het besef hebben waar het om gaat. En niet achteraf denken, ja, ik heb niet 100% gegeven. Nee, ik heb maar 98% gegeven. Ja, dat kan in topsport, die 2% kan het verschil maken. En, ja, daar moeten we als staf bovenop zitten, maar ook de spelers zelf. Als men ziet dat iemand een beetje verslapt daarin. Heel snel bij de haren trekken. Hey vriend, dit gaat niet zo. We hebben nog 4 wedstrijden te gaan. En zo gaan we doen met z'n allen. En dan is de kans groot dat we aan het einde een goed resultaat hebben. En dat is binnen de lijnen, maar ook buiten de lijnen? Juist ook buiten de lijnen, juist. Randzaken van je afzetten. Gewoon echt alleen maar gefocust zijn op de volgende tegenstander en op je prestaties op training en een goede voorbereiding hebben op de volgende wedstrijd. Tegen FC Utrecht zal Kenny Tete naar verwachting terugkeren in de wedstrijdselectie. Na 2,5 maand blessureleed maakte de verdediger afgelopen vrijdag een geslaagde rentree in Jong Ajax. Ja, gretig. Hij heeft denk ik goed doorstaan. En maakte misschien een keer een domme tackle, waardoor hij misschien een beetje geblesseerd leek te raken. Maar uiteindelijk denk ik dat het juist wel goed was en dan was hij er ook echt doorheen. En volgens mij gaat het vrij goed met hem. Ja, de gedrevenheid spat er vanaf, hè? Ja, zeker, maar dat was al op de training te zien. Dus een jonge hond. Hij komt op het goede moment terug. Ja, maar we hebben sowieso 5 jongens op scherp staan. We hebben iedereen keihard nodig en ook Kenny Tete hebben we keihard nodig. Dat zullen we zeker nog gaan zien. Wordt het voor hem moeilijk om terug in het team te komen? Ja, dat hangt gewoon ook vanaf. Kijk, we hoeven niet zo nodig nu te wisselen. Maar het kan zomaar zijn dat hij het, als er een schorsing is, dat hij fantastisch doet. En dan denk ik, ja, nou ja, ik laat het weer zo. Dus het is, zo is het ook in andere situaties gebeurd. Dat je bijvoorbeeld met Seun, ik laat het nu even zo, omdat het zo goed gaat. En hij moet dat zelf afdwingen uiteindelijk. Die jongens die hier nu staan, die maken het hem hartstikke moeilijk. En ook voor mij. En daar ben ik alleen maar blij mee. TT dus weer helemaal fit. Wie nog aan het begin van een lange revalidatieperiode staat, is Frank de Boer zelf. Stap voor stap maakt de trainer vorderingen. Mijn vrij gaat het vrij goed. Ik word steeds handiger met de kruk en op 1 been staan. Ik lijk wel een ooiva. Je hebt wel opzien gebaard, hè? Want Achillesbeesblessure is een hele zware blessure. Maar dat je al zo snel weer inzetbaar bent. Ja, maar ik vind dat is niet iets. Ik ben goed beschermd met mijn gipsbeen. Ik kan veel gewoon doen. En ik vind, je moet het maximale eruit halen. Dat het verwacht ik van de spelers, maar dat mogen ze ook van mij verwachten. Ja, het enige dat je kan niet auto rijden. Je bent vrij afhankelijk. En continu moet je die krukken pakken. En, ik ben een bezig baasje, ook thuis. Als ik dingen zie, als het troep is, dan wil ik dat opruimen. Maar ja, nu is het lastiger om met 2 krukken en dan met dingen in je handen te sjouwen. Dus dat wordt wel eens lastiger, maar voor de rest kan ik me goed voortbewegen. Niet alleen de mobiliteit van de trainer neemt ziende ogen toe, ook de belangstelling voor de elektrische scooter is sinds vorige week enorm gestegen.